Ja, ik ben dus zoals afgesproken, we gaan allemaal een liedje van onszelf spelen. En daar moest ik natuurlijk eens over nadenken, want we waren zo die setlist voor de tour aan het samenstellen. En ik denk, ja, die eerste 8 nummers die gaan over hartzeer. Dus dat nou nog een keer aan te stippen, dat hebben we dan eigenlijk al gehad. Dan zit je al op 70% van je onderwerpen. Toen kwam Jake met zijn mislukte science fiction project, het Broken Time Machine. Dus dat kon ook al niet meer. Dus toen dacht ik, ja, dan blijft er nog maar 1% van de thema's over waar ik uit kan kiezen. En dat is dan toch de parallele werkelijkheid. Ja, dat is simpel. Dus ik dacht, alle gekheid op een stukje. Ik hou enorm van een stijl in de literatuur en de schilderkunst trouwens ook. Het heet magisch realisme. Willink, kent u die schilder? Met die... Nou, prachtig. En het literaire equivalent daarvan is Hubert Landloos, een Vlaamse schrijver, heeft een boek geschreven dat heet De komst van Joachim Stille. Die naam is echt een moeilijke naam, maar dat is een ontzettend mooi boek. En dat heeft mij enorm geïnspireerd. En nog steeds. En het gaat ongeveer zo. Say it everywhere you lay. I can hear it like a distant train. You know it's everywhere, but you're hoping it will pass you by. Blowing gently on your skin, it tickles somewhere deep within. Just when you thought the winner is giving all his profits away. Yeah, that's when it seemed by reality, and the hunters and prey is a commodity. When a handshake ain't nothing but a blow in the face, nothing is what it seems.